Nee, dit is... Kijk, Jesus Christ, de shields. Oh, de troep. Oh, de fucking hell. Jongens, als Overwatch nog niet kledderend genoeg was, dan heb je dat nu wel, hè? Jesus Christ. Hallo, hier is Kingo. Terug bij Overwatch. Het is een hele tijd geleden dat ik Overwatch heb gedaan. En opeens is er een nieuwe hero. Oh, wat is dit? Nou, in ieder geval, er is een nieuwe hero uitgekomen. Dit is de hero nummer 30 alweer. Damn, er zijn echt al heel veel nieuwe heroes bijgekomen. Maar in ieder geval, we zijn hier dus bij Batiste. En Batiste, dat is een beetje aan hoe je het wil zeggen. Het is een Haït. Haït? Ja, zeg je zo? Haït? Anyway, hij is van Haiti. Daar komt het op neer. En dit is een nieuwe support hero. Die is dus pas uitgekomen. En in deze video wil ik dus even gaan kijken hoe het er... Hoe het aan toe gaat, hoe die speelt, hoe die gaat. En ja, laten we dan maar meteen in de training gaan. Want ik wil dus eventjes kort de training gaan. Want ik ben ook roestig, want voor mij is het echt lang geleden dat ik Overwatch heb gedaan. Het is volgens mij de laatste keer dat ik Overwatch heb gedaan was rond de tijd dat, Ash uitkwam. Dus dat is nog een tijd geleden. Maar goed, in ieder geval. Dus we hebben hier Batiste. Batiste is dus een healer. En wat ze willen doen met deze hero is ze willen hier een primary healer. Willen ze zorgen dat dit een primary healer wordt. En wat ze daarmee bedoelen is, deze hero die gaat dus net zoals Mercy en Moira echt veel kunnen healen. Dat is oké. Nou, laten we maar eens beginnen met wat zijn dus de abilities van deze hero. Dat is allereerst de gun. De gun is iets wat je kan vergelijken met Soldier's Gun. En dat is dus dat je gewoon kan schieten. Maar het is in een burst van 3, zeg maar. Dus je schiet in een burst van 3. Dat kan je zo doen. Je doet redelijk wat damage, zoals je kan zien. Niet verkeerd. Dus ja, dit is dus een support die redelijk veel damage kan doen. En wat dat betreft doet het me denken aan dus wat Moira kan doen, maar ook wat Zenyatta kan doen. Dus heel nice. En maar er heeft ook een right-click attack en dat is een heal grenade. En een heal grenade, ja, dat kan je dus niet doen op enemies. En dat kan je ook niet doen op jezelf. Maar dat is dus voor, dat is een andere ability. Wat je wel kan doen is hier zo, is allies ermee healen in een area of effect. Een area of effect, zeg maar. Dus als beide dingen damage hebben en je schiet ertussen, dan heal je ze allebei. Dus dat is wat die ability doet. Van de gun. Wat je nog hebt op E is een shield. En dit is een shield wat je een klein beetje immortality geeft. Dus als je daar kan zien, dat kleine stukje levens, dat kan, zolang dat ding leeft, kan dat ding geen damage krijgen. Dus dat betekent dat je gewoon letterlijk unkillable bent. Dus dat is super vet. Dus je hebt gewoon een ability waardoor je unkillable bent, zolang dat ding leeft. En dat ding, dit ding, kan je uiteindelijk neerschieten. De enemies kunnen dan neerschieten. Dus je bent niet compleet invulnerable. Als je nu linksonder kijkt, zie je het ook bij mij staan. De bar dat we gedeelte, hoe heet het, unkillable zijn. Dus dat is super cool. Oké. Dan heb je een shift ability. En dat is, net zoals bij Lucio's en healing, zo moet je een beetje zien dat je gewoon healing over time doet. Voor ook op jezelf, maar ook op de allies. En dat is redelijk wel. Dus dat is heel nice. Dan heb je dus nog één andere ability. En dat is met control. Als je control ingedrukt houdt, dan kan je hoger springen dan normaal. Dus normaal spring je gewoon zo. Als je gewoon rondloopt, spring je zo. Maar als je control ingedrukt houdt, dan kan je dus enorme jumps doen. En dan kan je dus ja, in ieder geval ontsnappen. En dan kan je op vele hoogtes komen. Dus dit is heel nice om te kunnen ontsnappen. Ik weet niet, kan je ook schieten terwijl je dit doet? Ja, je kan gewoon schieten terwijl je hiermee bezig bent. Dus je kan gewoon dan, als je bezig bent in de fight, kan je gewoon dingen ingedrukt houden. En als je denkt van oké, ik ben klaar, dan schiet je er vandoor. Dus dat is heel nice wat je kan doen. En nu de ult, jongens. De ult is heel vet. De ult is een shield. Een klein shieldje, zoals je kan zien. Het is gewoon een muur. Als je dat neerzet, alles waar je doorschiet doet dubbel damage. Maar ook de healing wat je doet is verdubbeld. Dus het is echt heel nice. Je kan nog doorlopen. Ik weet niet of het enemy kogels tegenhoudt. Volgens mij niet. Voor mij is het letterlijk gewoon allied kogels en allied healing. Dat wordt verdubbeld als je door de shield schiet. Dus dat is super nice. Dus al met al, best een coole hero. Ik kan niet wachten om het uit te proberen in een echt game. En dat is ook wat we zo gaan doen. Dan ga ik nog een klein beetje schieten. En ja, hopelijk kunnen we dan kijken hoe het gaat in een normale 6v6. No limits dingen zal het wel zijn. Maar in ieder geval, ja, coole hero. Kan dus, het is een support die mobile is. Dus dat is nice. Maar goed, anyway. Ik ga jou even killen. Daar zo. Kom hier. There we go. Dan zie ik jullie in een normale game. Oké, jongens, we zijn bij Ilios en we gaan kijken hoe het gaat. Eerst potje met Batiste. Alright, hier zijn we dan. There you go. Ah, natuurlijk.
De goede oude basic Overwatch spray natuurlijk. There you go. En ja, in ieder geval, nog een beetje wat kleine info dan over Baptiste is dat hij spreekt Frans. Dus ik weet niet, hoe heet het, hoe normaal dat is om in Haiti Frans te spreken, hoe heet het. Oh, hier hebben we een shield. There you go. Ja, dit is dus hoeveel leven dat ding heeft. Dus dat ding heeft flink wel leven, zoals je kan zien. Oké. Okay. Let's go. We gaan meteen proberen de slimme high ground te pakken. Ik weet niet of we dit kunnen halen. Kijken. Ja, dat kunnen we halen. Nice. Okay. En schieten. There you go. Vanaf hier. Of weet je wat? Doet hier wel. Kan ik hier zo staan? Oké. Okay. Oh, hallo. Alright. Nou, in ieder geval. Laten we kijken wat we kunnen doen hier. Goddammit. Voor mij is de enige damaging dingen wat je kan doen, is gewoon left mouse button. Dus dat is wel iets wat ik even moet onthouden. Oké. Okay. Deze kant op. Invulnerability. There you go. Ja, succes. Schiet maar op me. Aha, dat maakt niet uit, want ik kan niet dood. En dat is zo mooi. Die kant. Oké, okay, terug, terug. Alright. Man, dat is echt mooi om te onthouden. Nope. Oké. Okay. Oh, ik ben low. Ik ben low. Ah, dammit. Alright. In ieder geval, ja. Je kan meteen zien hoe het nuttig is. Bijvoorbeeld als een bestien is. Gewoon Baptiste. Doe je een van de Rebellion Shield neer. En hij moet dan op dat ding mikken. Dus op je shield. Maar zolang ze dat niet doen, dan kan jij gewoon tanken. Dus dat is heel nice. Eén nadeel wat ik wel merk is dat dat ding van die Invulnerability Shield, die zweeft redelijk hoog. En wat dat betekent is dus dat, hoe heet het? Dat, omdat hij zo hoog zit, is het, kan je die niet bodyblokken, zeg maar. En ik denk dat ze daarom ook, weet het, dat hebben gedaan. Oké. Okay. Dammit. Even een Ability Shield. Ik weet niet hoe ik daarmee moet doen. Dus ik kan proberen om... There we go. Ik kan proberen om, hoe heet het, dat ding een keer neer te schieten. Dammit. Oh, oké. Okay. Nu komt hij, hè. Opletten. Zet hem neer. En ik ben nog levend. En dan doe je dit erachteraan. Dus zoals je zag, ik kreeg dus dat ding vol op me. Oké, okay, en als ik nu op dat ding wil schieten... Ja, dat ding is enorm. Oh. Ja, dat is de ult. Oké, okay. Oh, oh nee, oh no. Dat was dus de ult, waardoor ik dus door kon schieten voor meer damage. Ja, en daar moet ik voor oppassen. Nope. Ah, hij zat er bijna. Helaas. Oké, okay, interessant. Want je moet echt met heel veel dingen rekening houden. En deze hero is ook een 3-ster hero. Moet ik trouwens even zeggen. Dus dat het heel moeilijk is te masteren. Dus een moeilijke hero. Maar goed, ik heb bijna mijn ult. Dus dat is nice. En nou eens kijken wat we dus kunnen doen ermee. Dus ik kan een scheidlading mee healen. Niet alleen damage doen, moet ik onthouden. Oké, okay, nope. Kom hier. Ik kan je niet raken zo. Oh, there we go. Oké. Amplification. Wat zeg ik? Amplification, weet je? Yes. Oké, okay, there we go. En dan. There we go. Schiet erdoor. Ik schiet gewoon alles mis. Met, oké. Okay. Nope, nope, nope. Ik ga hier hiden. Sorry jongens. Oh, healen. There we go. Alright, oké. Okay. Ik heb ze live kunnen houden. Oh. Kom hier dan, hè? Ja. Oh, kom op. Wat? Oh, is het een line of sight ding? Ja, want ik zat nog in de shield. Ik zat er nog in. Dus ik weet niet wat dat nou was. Hmm. Ik zat in de shield, maar ik had geen line of sight. Dus ik denk dat dat de reden was waardoor ik hem verloor. Oké. Okay. Ja, dat is wel interessant om even te onthouden. Of je de line of sight maar of niet met dat ding. Go boy. Je body. Oké. Okay. En met. Oké. Okay. En die kan ik niet meer damage. Ga je nou dingen? Dat werkt niet. Oh no. Oké. Okay. Erin. Ja, spring eruit. Nice. Oké. Okay. Oké. Okay. Die, die. Oh nee, het is dubbel op. Dus we kunnen elkaar niet killen. Het is meestal dat ik gewoon mis, daar niet van, maar... Oké, okay, ik moet hier weg. Ah, dammit, ja. Yep. Dat was iets te...
Yep, we hebben geen invulnerability shield meer. Bast in die popt of. Dat is oké. Okay. Oh, dat was blijkbaar de ding al? Nee, dat was de eerste. Oké, okay, een beetje, hoe heet het, glitched. Naar zo. Oké. Okay. Nou, in ieder geval dat was wel leuk. We deden allebei onze ult, maar we hadden allebei de invincibility troep ook op. En ja, ook al, zelfs als ik constant alles had geraakt, hadden we elkaar gewoon niet dood kunnen krijgen. Want we hadden allebei zijn shield. Dus ja, dat is wel interessant. Als je een team tegen een team hebt, en allebei zijn shield op, dan is het juist van focus op die bubbel. Ja, oké. Okay, dus het heet immortality bubble. Ik noem het gewoon bubbel ofzo. Dus oké. The e-drone can be destroyed. Yep. Ja, ja. Dan moet ik een beetje, een keer wat meer proberen. Alleen dat ding heeft zoveel levens. Ik merk gewoon dat het ding enorm veel levens heeft. Dus ja. Let's go. Alright, round 2. Kijken of we deze wel kunnen krijgen dan. In ieder geval, het begon goed de vorige ronde. Maar daarna ging het wel minder. Dus laten we kijken of we nu ook in actie kunnen zijn. Ik ga naar de high grounds. Oké. Okay. Eens kijken wat we hier kunnen doen. Ah, ze gaan daar al meteen, hè. Oh, ze hebben een Orisa. Ja, interessant. Oké. Okay. Ja, ik kan mezelf niet healen, dat moet ik ook onthouden. Oké, okay, hoe gaan we dit doen? Damage. Oké, okay, dat ding ging snel kapot. Ja, ze focussen hem goed volgens mij. Oh, nope. Dit is mijn eigen heal. Onthouden, alleen shift is mijn eigen heal. Oh. Zit de enemy hierachter? Damn it. Don't die! Don't die, Batiste! Batistes! Zit er een ding op? Er zit een ding daarboven. Grijp hem. Nee, ik loop eruit. Oh, waarom liep ik eruit? Dammit. Ik dacht dat het iets groter was die radius. Dammit. Want ik ging dus helemaal voor. Wat een klus zeg. Oké. Okay. Anyway. Het is irritant om die dingen down te halen. Als iemand dat ding neerzet, dan is het zo van, ja. En als je het op een goede plek doet. Oh god. Oh, wauw. Oké. Okay. Ja, die Bastion, weet je wat die doet, hè? Bastion is niet verkeerd bezig. Jesus. Oké. Okay. Volgens mij wordt het ook gewoon een beetje lucky shots daar niet van. Maar goed. Oh. Geen veel dingen. Oké, okay, ik moet even kijken hoe groot die lobbing is. Nou. Oh. Even healen. Oké. Okay. Wegwezen jij. Wegwezen ja, inderdaad. Oh, shoot me this. En there we go. Kom op. Oh, zit eentje achter ons, ja. Oh, you motherfucker. Oh. Oké, okay, dammit. No, 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 no. Dammit. Ah, oh, maar even zo slecht. Anyway, we hebben de punt, dat is mooi. Dat is goed, jongens. Dat is goed gedaan, team. Nee, nee, nee. Ik zag het aankomen, hè. Ik zag het aankomen. Stop. Don't you fucking die. Ah, oké. Okay. Too late. In ieder geval, we hebben een punt, dus dat is goed. Maar we hebben flink nog wat in te halen. We zitten trouwens met het team. Ja, ze hebben twee anderen, wij hebben ook twee anderen. Maar ik denk dat Noresse en een best iets beter werkt dan een mee en Sombra. Maar goed. Kijk, ik kan niet veel daar doen. Ik kan niet veel sneller gaan. Ik kan wel dat doen. In het ding. Ja, oké. Okay. Nee, dat is perfect. Nee. Dat is perfect precies wat ik wil doen. Ja. Okay. Kom hier mee. Niet weer te dicht bij dat ding gaan. Oh. Okay, don't you dare, don't you. Ik moet hier uit, ik moet hier uit. Nee, niet meer. Goddammit. Oh my god, echt goed. Twee keer. Oh, ik blijf wel uit de buurt van dat gat, jongens. Ik blijf wel uit de teambags, is real. Oké, okay, ik blijf wel uit de buurt. Jezus, als ik nu al twee keer gepakt ben door dat. Oké, okay, ik weet niet of dit effect heeft. Werkt dit? Werkt dit? Zeg dat dit werkt. Ik heb geen idee. Het komt neer, ja, oké. Okay. Oké, okay, alles is dood. Oké, okay, kom. Ja, nee, dit kun je niet, man. Dan heb je door. Fuck. Huh? Eh. Jezus, de lotus steriel. Tell die bubble down. Oké. Okay. Ah nee, dat is verkeerde.
Ik ga ze niet healen. Oké. There you go. Nope. Nee. Kill ze. Zijn we niet dood? We zijn niet eens een bubbel. We zijn niet eens een bubbel. Nu hebben ze een bubbel. There you go. Oh nee. Oh no. Oké, nog een paar seconden volhouden. Oké. Nee. Houd vol. Fuck you. Nope. Oh, maar gaat zoveel toe. Ik heel je. Nee! Rip. Helaas. Oké, nou. Dat was best wel een bitter potje om eerlijk te zijn. Het was moeilijk. Het is moeilijk. Maar zoals ik zei, ik weet het is een excuus, maar ik heb de tijd niet meer gespeeld. Maar alsnog, als ik gewoon even daar niet naar kijk, vind ik dat dit een interessante hero is. Als je het waarschijnlijk met wat meer andere heroes doet. Ik denk met een, een No Limits, dan krijg je meer de, gewoon de infinite, invulnerability shields achtig effect. Ja, nice play of the game. Oké, ik denk dat ik nog één potje wil doen, als het in ieder geval een kort potje is. En dan, gaan wij het voor gezien houden. Oké, we zijn bij Kings Row dit keer. Dus dat is gewoon het pushen van een ding, hè? En wij moeten pushen. Dus oké, ben benieuwd. Wat, ik denk persoonlijk dat Batista beter is op attack, omdat hij nog redelijk mobile kan zijn, dan defense. Maar, weet ik niet zeker. Want we hebben niks, zeg maar, je kan gewoon lobben naar voren, dus als je attack en mensen die proberen een beetje naar voren te lopen, voor de payload en zo, dan kan je alsnog met die heal grenades gooien, zeg maar. Dat is dus wat het is. Heal grenades. Dus het heeft dus wat weg. Deze kit van Soldier dus, met dit. We hebben, wat weg van Anna, met de grenades. Wat hebben we nog meer weg? We hebben de tall jump, ik weet niet hoe je dat kan zeggen. Misschien Farrah of zo zelfs, dat je kan doen. Dus ja, we kunnen gewoon vanaf daarboven beginnen. Dus dat is inderdaad wel misschien wel een goeie. En je hoeft niet te wachten. Dus deze is misschien wel beter dan de Farrah jump. Dat is wel nice. De vulnerability shield is in principe gewoon een bubbel, net zoals Winston. Basically. De shift is wat Lucio kan doen. De ultimate is dus een damage boost. Is een beetje wat Orisa's ding is. Het is echt gewoon een mengeling van allerlei andere abilities. Maar al met al vind ik gewoon deze hero bij elkaar heel vet. Oké. Weet je wat? Ik ga beginnen met een invulnerability shield. Oké. Oh, er zit er eentje daar. Ik merk je wel. Ja, ik wou zeggen, kan ik nog raken? Dat zou misschien mooi zijn. Kom hier. Waar ga je nou weg, Sombra? Oké. Dammit. Ah, god. Oké. Het mikken van die grenades is ook irritant. Oké, oh nee. Ik heb bijna mijn immortality shield. There we go, volgende. Ja, kom hier maar bij staan, domme. Oké. Nope. Oh nee, we hebben even keer. Oké, ik wacht heel, mooi. There we go. Nee. Oh nee. Dammit. Oké. Ja, dit is qua aiming. Ik ben gewoon niet van de straight-up FPS heroes. Dus dit is redelijk irritant voor mij. There we go. Een beetje kunnen schieten. We hebben dus een ult. We passen voor die ult. There we go. Oké, we hebben dubbel. Oké, we hebben een punt. Ik ga nou even naar boven voor het geval dat er een keer hier wat langskomt. Kijk, ik zie hier. Nice. Alright, ik ga wel even mee met capturen. Anders duurt het wel heel lang. Oké. Kijken wat hij aan het doen is, hè. Ben je aan het lopen? Nee, oké. Nou, dat was een redelijk mooie capture. Een redelijk snelle capture. Oh jongens. Niet te ver pushen. Oh, goddammit. Ga niet dood, hè? Oh, jij, jongens. Ai. Blijf maar even dingen lobben. En de hoop dat ze niet dood gaan daar. Oké. Nou, het werkte, kinda. Oké, nice. Kunnen we pushen.
Oeh. Oeh, dat werkt dus. Oeh. Oeh, go, 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 go. Ah, zie ze gaan. Meer damage. Pomp ze vol. Pomp ze vol. Ah, kom op. Oh nee, oh nee. Oh, daar heb ik het niet op let. Er zijn mensen achter ons. Oké. Okay. Ren terug, ren terug. Hey, hey, hey. Nee. Nee. Ah. Oh, how the ties have turned. Maar ik moet nu weg. Ah, nope. We waren wat zelf bezig. Damn it. Oh, dat was zo'n goede push, maar niemand finished. En toen gingen wij allemaal dood. Jammer. Oké. Okay. Nou. Let's try again. Oh, meteen dingen. Doe de healing. Doe de healing, jongens. Zou iemand nou zo... Oké. Okay. Nou, dat gaat net niet. Ja, dus gewoon pushen. Oké, okay, dit is... Kijk, Jesus Christ, de shields. Oh, de troep. Oh, de fucking hell. Jongens, als Overwatch nog niet kledderend genoeg was, dan heb je dat nu wel, hè? Jesus Christ. Oké, let's go, let's go. Oké, nice. Kunnen we mooi doorpushen. Kijken of iets hier achter zit. Hey jongens. Nou, oké, het hoeft niet. Ik zal mijn ult uit smijten. Oké. Oh, Jesus. Oké, ja, dat was... ja, dat vraag ik me trouwens ook af. Verdubbelt het twee keer als het door twee shields gaat? Ik denk het persoonlijk van niet. Oh, wacht. Nou, dat was verdomd veel damage wat hij daar deed in één keer. Op die shield, zeg maar. Op die bubbel. Die drone. Ik denk dat het misschien wel stackt. Maar is het dan, doe je dan 300% damage of doe je dan 400% damage? Dat is het dubbelt en dan nog een keer dat dubbelt hij helemaal. Zeg maar, is het plus 100% twee keer of is het plus 100 en dan heb je dus 200 en dan plus 200? Want hè, verdubbeld. Ik weet het niet. Oké. Okay. Wat? Oké, ik moet hier weg, want dit gaat nooit lang volhouden. Nee, ik kan hier nooit veel doen. Oké, dat is een rip. Oh ja, nee, natuurlijk jong. Ja. Doe je hulp maar op me. God damn it. Maar ja, je kan duidelijk zien dat als er... hoe heet het? Als er nogal veel dingen op elkaar staan. Dus je doet die bubbel en een shield en... dat je nogal veel effecten kan krijgen in één keer. My god man. Echt, de clutter. De hoeveelheid stuff wat je kan zien is insane. Oh, really? Really, mate? Dat is wel een goede plek eigenlijk, om eerlijk te zijn. Kill him. Damn it. There you go. Nice. Oké. Bubble. Oké, nou. Weg, Ryan. Choo. Choo. Ik moet gewoon even doorlopen. Ryan is bijna down. Kill Ryan. There we go. En nice. Alright. Oké, laatste stress jongens. We can do it. Ja, ik ga hier eens boven staan. Dat is misschien wel interessant. Oh. Double. Immortality bubble. Oh, damn it. Down. Hmm. Waar is onze dingen? Kunnen we dat niet een keer pushen, boys? Ha ha. Bubbles. Huh. Huh. There we go. Yes. Heal, heal, heal. Take your healing. Nope. Oh shit. Oh no! Natuurlijk hè. Oh fuck off. Oké. Oh, dat is te laat. Really? Ik zag hem zo mooi chargen. Oh, goddammit. Okay, kom op jongens, we kunnen het. We kunnen het finishen. Go. 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 Ja, yeah, positive mental attitude, inderdaad. Ik weet niet of die dat zijn, maar daar leek het op. Kom op, you can do it. Is het ook, zeg niet dat dit net zo stil gaat worden, net zoals je kan doen met mee en zo, hè. Oké, go. Go, 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 go. Hier. There you go.
Nee, 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 nee. Nu weer. Oké. Oh man. Ik wil meer bubbels. Wegwezen, wegwezen. Nee, 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 niet meer. Niet meer, niet meer. Don't you dare, don't you dare, don't you dare, don't you dare. Oh, de Rijn, jongen. Oh, damn, dat was zo'n clutch ult daar. Oeh, dat heeft ze het wel even gered, hoor. Oh, god. Oh, we hebben een Wrecking Ball. We hebben een Amundo. God damn it. Oh, dat was zo'n mooie ult van die Rijn. Damn it. Nee. Nee. Oh, maar laat maar. Ik was heel vergeten dat je dat kon doen. Ja. Damn it. Oké, okay. Dingen erin. Hij zat gewoon lekker in het midden. Ik weet niet of dat slim is. Werkt dat? Ik weet niet of dat werkt. Oh, damage, jongen. Nee. Oh, hier. Kan je niet healen? Nee. Damage. Damage, oké. Okay. Damage, zie daar raak ik iets. Oh my god. Oh, potato aimer. En niet meer! Niet meer! No! Oh, oeh. Okay. Nee. Oh, die Rein is irritant. Oké, okay. Kom op. Final push, boys. Final push. Oké, okay, die gaat dood hoor. Daar kan ik niks aan doen. Oké, okay, immortality bubble. Heb die Rein? Ja. Oké, okay, goed genoeg. Nee, ga net als je het niet. No! Oh man. Ja, natuurlijk. De rij weer. Oh man. In ieder geval, GG. Was een fair effort, dit potje. Dus in ieder geval, jongens. Dit was dus de nieuwe hero. En dat is Batiste. Dat is Batiste, coole hero. Alleen, ja. Holy shit. Sommige spelers waar we tegen zitten zijn heel goed. Dus deze Koen. Koen is een zeker goede Koen. In ieder geval, jongens. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Ik heb weer lol gehad in ieder geval met een goede nieuwe hero. Dus hopelijk hebben jullie ook genoten. Vergeet dat ik nog gelijk had gelaten. En dan zie ik jullie terug in de volgende video. Dus bye bye. En tot dan.